Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen zaterdag organiseerde het Dierenopvangcentrum Breda een leuke middag voor de kinderen. Ze konden knutselen, ze konden een speurtocht doen en als leukste natuurlijk samen met de katten knuffelen. Wij vinden het heel leuk als kinderen bij ons langskomen op ons dierenopvangcentrum. Ik vind het ook heel belangrijk dat kinderen weten dat dieren recht hebben op goede zorg. En dat ze dat hier ook zien. Dus wij hebben een actie bedacht wat aantrekkelijk is voor kinderen. Kinderen kunnen hier langskomen vandaag, een speurtocht doen, een rondleiding krijgen, speeltjes maken voor honden en katten. En nadien of later in deze week kunnen ze dus naar het pannenkoekenhuis in Den Hout en krijgen ze daar een gratis pannenkoek. Het is ook een kennismaking met onze honden en onze katten en mogelijk volgt daar weer een adoptie uit, ja. Jullie zijn een puzzeltocht aan het doen? Ja. En wat voor soort vragen moet je dan allemaal beantwoorden? Vraag antwoorden en dan moet je het opschrijven. En wat ben je nou aan het maken? Ik ben een kattenspeeltje aan het maken. Een kattenspeeltje, oké. En even kijken, hoe zit dat dan? Eigenlijk knip je dan een strook uit dit stof en dan... maak je een knoop en dan doe je het hier aan. Oh ja. En dan kunnen de katten dan mee spelen die hier in het asiel zitten? Ja. En was je al eens eerder in het asiel geweest, in het dierenasiel? Nee. En hoe vind je het hier? Leuk. Ja. Niet zielig voor die beestjes of worden ze wel goed verzorgd hier? Ze worden hier wel goed verzorgd. Breda Nu. Je weet het meteen.